6 november werden Hanne, Klaasje en Marten de nieuwe K3. Meer dan een maand later stellen zij hun eerste cd 10.000 luchtballonnen voor. Mediaraven trok naar Antwerpen om te horen wat zij daarover te vertellen hebben. In al onze liedjes zit wel een boodschap. Ons liedje 10.000 luchtballonnen gaat over oorlog, wat dat ook heel actueel is. En daarmee zeggen we ook van, laat het stoppen, zorg dat er vrede is. Maar ook in andere liedjes zitten heel mooie betekenissen. Ja. Door K3 zit K3 merken we dat we niet alleen het hele jonge publiek aanspreken, maar ook echt de jongeren, de tieners. Dat is eigenlijk, dat is een heel groot deel van onze fans zijn tieners. En dat is eigenlijk heel erg fijn dat die zo erg achter ons staan en dat die ook iets leuks in K3 zien. Iets meer dan een maand hadden wij ook nooit durven dromen dat wij vandaag onze eigen cd, dubbele cd dan nog, gingen brengen als K3 natuurlijk. Ja, en dan vooral dat je eigen hoofd op de voorkant van zo'n cd staat. En dat het onze stemmen zijn die dat hebben ingezongen. Ja, dat is heel bijzonder. Lieve meisjes, het nieuwe cd is nu al 5 keer. Oh my god! Oh wow! Wat een reizen! Meer dan 100. En jullie zijn met 3, dus jullie krijgen er natuurlijk elk. Oh, wow. Oh my god! Mijn favoriete liedje is Meisjesdag, maar toch ook Doodoo You Love Me. Ik word daar altijd heel vrolijk van die liedjes. Voor mij Mami Bizou en ook Woef. Ja, en voor mij dezelfde liedjes en Jodelee vind ik ook nog altijd een topper. Maar volgens mij vinden we alle drie Woef heel leuk, omdat het een soort, het is een beetje een zwoel nummer. En op het eind mochten we zelf improviseren en zelf dingen verzinnen op de cd. Dus het eind van Woef is echt heel grappig. Ja. Dat was ook het eerste liedje dat we zo dachten, huh? Ja. Ja. Wat doet dit op de cd? Maar dat klinkt zo leuk nu. Ja. Het was wennen, maar daarna, als je er vaak naar luistert, dan denk je echt, oh, heerlijk nummer. Ja, de kleren dat we hebben, inderdaad. En van in het boekje van de cd zie je bijvoorbeeld dat we verschillende outfits hebben. Die zijn superleuk en met de shows ook, ja. Dat geeft gewoon al zo een superleuke sfeer om dan nog eens superleuke liedjes daarin te mogen zingen. Dat is geweldig. Door in de scouts te zitten en leiding te geven, dat doe je in je vrije tijd. Dus daarmee denk ik dat ik ook wel voor een deel bewijs dat ik graag met kinderen omga en er ook goed mee om kan gaan. En voor de rest, scouting, dat maakt u als persoon, dat je veel ervaringen hebt en zo. En zo'n dingen meer.